René Alberts, projectleider bij de gemeente Schiedam. We zijn in Zuid. Er komt de Getijdenhaven. Wat is dat? Ja, een getijdenpark. Dat is een park waar je eb en vloed kan gaan beleven. Er komt een hele flauwe oever het water in, zeg maar, zodat je ook echt op de oever kan komen straks. En van de natuur kan gaan genieten. Waarom wordt dat aangelegd? Omdat Rijkswaterstaat heeft een verplichting om de nieuwe waterweg, de waterkwaliteit, te verbeteren. En een natuurvriendelijke oever is daar een van de onderdelen van om dat te verbeteren. Ja. Twee partijen, Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam. Wat wordt jullie aandeel? Wij gaan het parkdeel rondom het zwembad Zuid opnieuw inrichten. En er komt een promenade vanaf de stad, zeg maar, richting de haven. Zodat je echt vanaf de Willem de Zwijgelaan eigenlijk al de haven ziet en zicht op de haven krijgt. Ja. Nou, zeg je van er moet gewandeld worden. Waar moeten die mensen vandaan komen? Waar moeten die mensen vandaan komen? Ja, dat is een goede vraag. We hebben het liefst dat Zuiderwijk, Zuid en Westen gewoon van dit gebied gebruik gaan maken straks. En uiteraard zijn mensen van buiten ook welkom om hier te recreëren. Maar in principe is het bedoeld voor de mensen die in de buurt wonen. Ja. Nou, is een haven toch niet altijd het meest schone gebied. Wat gaan jullie daaraan doen? Want dit water zou ik nu nog niet graag in willen zwemmen. Nou ja, wat ik zeg, die natuurvriendelijke oever is om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is niet de bedoeling om in de haven te gaan zwemmen. Daarom leggen we ook geen strand aan of iets dergelijks. Dat is eigenlijk voor de waterkwaliteit te verbeteren. Ja. Nou staan we hier vlakbij Zwembad Zuid. Laten we even zeggen dat we aan de achterkant staan. Is dan de bedoeling dat we helemaal naar rechts gaan lopen? Het is de bedoeling dat je helemaal naar rechts kan lopen. Het is lastig te zien vanaf hier. Maar er staat een hele mooie grote boom en daar gaan we een pad omheen leggen. En achterin tegen het bedrijventerrein aan kan je door de wildere natuur struinen ook. Ja. Nou is het ook bij de gemeente de bedoeling dat de havens dus een beetje opgepind worden. Moet allemaal wat vlotter, moderner en vooral efficiënter worden. Speelt dit hierbij een rol? Is onderdeel van de hele havenontwikkeling eigenlijk. Er zijn in Schiedam weinig plekken waar je echt bij het water kan komen. Dus echt van de haven kan genieten. We hebben natuurlijk de Maasboulevard. Daar wordt volop gebruik van gemaakt bij de mooie zomerdagen. Maar het is ook mooi om nog een andere plek te hebben waar je goed bij de haven kan komen. En wat misschien wat rustiger is voor de mensen. Wie gaat het betalen? We hebben een samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat. Dus die nemen een groot deel voor rekening. En daarnaast hebben we een tweetal subsidies die bijdragen aan de parkontwikkeling. En uiteraard de gemeente Schiedam draagt zelf ook een steentje bij. En tenslotte, wanneer gaan jullie beginnen en wanneer hoop je klaar te zijn? Nou, we gaan als het goed is maandag beginnen. Dus volgende week gelijk al. En we hopen in maart volgend jaar klaar te zijn. Mevrouw Linda Roos Zandhagens van Rijkswaterstaat. Wat is uw functie daar? Ik ben hoofdverkenningen en planuitwerking. Dus met deze Getijdenhaven wordt u in actie geroepen? Ja, zeker. We zijn nauw betrokken bij het initiatief en de planontwikkeling. En we zijn heel blij dat we dat samen met de gemeente Schiedam hebben kunnen doen. Dat we echt samen hier iets wilden. Wij voor het natte gedeelte, vanuit de kaderrichtlijn water. En Schiedam natuurlijk ook vanwege de recreatieve functie. Ja. Nou wordt de maandag begonnen. Wat gaan jullie dan precies doen? Nou, wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat Schiedam de uitvoering doet. Dus wij hebben in het voortraject meegedacht, kennis ingebracht. We financieren ook een gedeelte. Bij de uitvoering zelf hebben wij niet zoveel betrokkenheid. Maar we hebben natuurlijk wel betrokkenheid bij het opleveren van de projecten hier ook in het bredere gebied. Van de Nieuwe Maas, de Nieuwe Waterweg. En dat wordt zo'n mooi gebied waar op meerdere plekken zachte oevers komen. Waar dan natuurontwikkeling kan plaatsvinden. En waar vissen komen en waterplanten en vogels. Over het water heb ik me ook nog even laten informeren. We hebben natuurlijk zoet- en zoutwater, ziltwater. Speelt dat hier ook een rol? Ja, zeker. We zitten hier natuurlijk volop in de getijdenwerking. En er is altijd een bepaalde gradiënt van zoet en zout hier. Dus dat betekent ook dat de soorten die hier komen goed aangepast zullen zijn juist op dat milieu. Is het nou een wettelijke verplichting voor Rijkswaterstaat om hier aan mee te werken? Het is voor ons een wettelijke verplichting om de waterkwaliteit te verbeteren en ook de ecologische kwaliteit. Het staat niet bij voorbaat vast op welke plekken. Dus wij hebben zelf gekeken op welke plekken zou dat voor de hand kunnen liggen. En van daaruit ontstaan dan samenwerkingen zoals hier bij de gemeente. Ja.